Ja, je vindt maar zo positief met het nieuws van vandaag. Opmerkelijk nieuws althans, dat is wat ik graag naar voren wil brengen, is dat een man maar liefst 43 jaar onnodig in een rolstoel heeft gezeten. In Portugal heeft een man van zo'n 43 jaar, zoals ik zeg, onnodig in een rolstoel gezeten. Het is te bizar voor woorden. Rufino Borrego kreeg als 13-jarig jongetje te horen dat hij een spirostrofie leed. Een ongeneeslijke spierziekte. En belandde in een rolstoel. In 2010 kwam de neuroloog erachter dat Rufino niet aan dystrofie leed, maar aan mysthenia, een minder ernstige, goed te genezen spierziekte. Het duurde nog wel jaren voordat Rufino echter weer een beetje kon lopen. Onlangs zet hij zijn eerste schreden zonder hulpmiddelen. Hij deed dat na zijn stamcafé nog wel. Nou, dat is natuurlijk leuk om te horen, dat je eigen stamkroeg uiteindelijk na 43 jaar weer een beetje kon lopen om een lekker pintje te gaan drinken. Zijn vrienden wisten niet wat ze zagen toen ze Rufino aan kwam wandelen. En ja, het is natuurlijk heel opmerkelijk nieuws, man. Jeetje, man. De helft van zijn leven misschien wel in een rolstoel, onnodig in een rolstoel heeft gezeten. Gelukkig, bijkomstigheid, is dat hij een mindere, ernstige spierziekte had. En uiteindelijk is dat zijn redding geweest, dat hij eindelijk kon gaan lopen en afstand kon nemen van zijn rolstoel. Super goed nieuws, ja, uiteindelijk dat die man verlost is van de rolstoel. En uiteindelijk lopend naar zijn stamkroeg kon gaan om daar zichzelf te gaan tracteren. Op een bijzonder moment met een lekker biertje. Dat is hartstikke leuk om te horen. En goed om te horen. Maar jeetje, 43 jaar. 43 jaar in een rolstoel. Ik moet er niet aan denken. Maar in ieder geval toch nog goed gekomen met deze man. Chapeau. En drink er nog een biertje op, jongen.